Ja. Jullie moeten gewoon de reis dichterbij. Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe video. Ik ben bij mijn ouders vandaag. En voordat ik de vlog vandaag ga starten. Allee ja, dit zit in de vlog, maar ik wil een haul laten zien. Dus ik ga jullie laten zien. Want ik heb weer bij Undies besteld. En ik wil even laten zien wat ik heb gekozen. Omdat jullie dat vorige keer wel echt leuk vonden. Dus kijken wat erin zit. Oh ja, als eerste heb ik een onderbroek voor Sam gekocht. Deze Bordeaux. En vanachter staat Bitch Better Have My Candy. Dus dat is van Bitch Better Have My Money. Ja, kent het wel. Dan heb ik normaal gestaan nog een andere broek. Deze, een gewone grijze boxershort met zo'n grijze band. Dat is een gewone boxer. En dan heb ik voor mezelf deze sokjes gekocht met Bambi. Die kosten €7,95. Zij is super cute. Deze onderbroek. Ik hou thans niet van zo gewone onderbroeken. Ik heb liever dat die zo wat iets kleiner zijn van achter. Maar ik vond het wel schattig. En dit is echt een leuk stofje. Dat is zo'n zwemstofje precies. Voelt wel leuk. En die kostte €9,95. Dan heb ik deze pyjama broek gekocht. Oh, in het thema. Allemaal Bambi. Deze. Het is echt super cute. Die is ook van onder zo vast. Dus dat is wel leuk. En die kostte €14,95. Ik heb dit trouwens in een small genomen. En normaal is dit t-shirt voor de rob, ja. Ook een small. Met Bambi en bloempje. En deze kostte €12,95. Dus dat is voor op de broek. Dan heb ik nog deze. Deze is echt zalig. Kap. Die heeft echt zo oortjes van Bambi. Oh, dat wist ik zelfs nog niet. En dit is het truitje. Ik hoop dat jullie het zien, want de zon komt er ineens keihard door. Die ziet er zo uit. En die was... Die heb ik ook trouwens in de small. En die was €24,95. Amai, ik moet piepen met mijn ogen. En dan als laatste heb ik nog een pyjama broek. Om thuis in de zetel te hangen. Die was €14,95. En dat is zo met ja, dingetjes op van de jaren toen ik klein was. Zoals de Rugrats. En hier die van Hey Arnold. Hier is ze. Hey Arnold. En zo allemaal dingen van vroeger. Dus dat vond ik wel super tof. Zo'n jaren 90s piano eigenlijk. Dus die ziet er zo uit. Je kunt die ook aanbinden. Woehoe. Ik kan niet wachten om dat te dragen. Dus dat heb ik bij Undies besteld. Ik denk een week geleden of zo. Dus ik dacht, ik zag dat ze Disney collectie hadden. En ik dacht, oh my god, wat moet ik hebben? Dus ja. Dan heb ik dat natuurlijk direct besteld. Ik kan trouwens altijd aan een mooie set van me. Vorige keer had ik een roze. Nu een gele. Oké, dat is dus wat ik daar heb besteld. Ik ben nu bij mijn ouders en het is hier trouwens freaking hot. En mijn ouders zijn er niet, want die zijn nog werken. Het is 4 uur. En om 6 uur gaan Sam en ik naar Jolien en Jano vertrekken. Dus ik vond het stom om nu nog naar Hasselt te moeten rijden voor die 2 uurtjes. Dus ik dacht, ik kan mij ook hier wel bezighouden op mijn laptop. Dus daarom ben ik naar hier gekomen. Dat is vlakbij het werk. En dat is makkelijker voor straks. Want dan kan Sam zijn auto hier laten staan of ik. Dus dat staat er nog op de planning vandaag. Ik ga eerst denk ik wel op een computer werken. En Celine sturen. Want Celine stuurt me trouwens. Ik weet trouwens niet als ik jullie mijn hoesje alles heb laten zien. Een herfsthoesje. Cute hè? Dat is zo'n snapback hoesje van Casetify. Ik ga even nog werken en dan zie ik jullie s'avonds weer. Wij zijn ondertussen aangekomen in Lille bij Jolien en Jana. Ik zit nog in de auto.
samen zwaan het stretchen, want die heeft nog altijd heel veel rugpijn. En ik wil jullie dit even laten zien. Ik heb zo'n bordje gekocht, die verzamelen zo... Hey! Die verzamelen zo houten bordjes, daar hangen ze zo in de zaak. En ik heb deze, ik zag deze liggen en ik dacht, dat moet ik echt meenemen. Er staat op, vrienden zijn als sterren, je ziet ze niet altijd, maar je weet dat ze er altijd zijn. Dat is fantastisch gepast. Ja, je weet maar nooit, hè. Ik denk dat ze daar zijn, zo. Hallo! Surprise! En een liedje aan het zingen, hè? Ja, dat was een beetje aan het zingen. Hallo! Sinterklaas. Dat was Sinterklaas. En dat is hier Sam. Hey, alles goed? Ik ben wel, ik dacht dat moet ik meenemen. Wat is dat? Ik heb verdrietig gekeken. En? Oh. Je bent als sterren. Nee, je ziet ze niet altijd, maar je weet dat ze er altijd zijn. Oh. Dat is super lief. Dat is wel mooi, hè? Dat is heel schoon. Dankjewel. Jano heeft kerstmuziek opgezet. Ja. Stemt ervoor? Ja! Alleen Sam stemt niet voor. Nee, Sam is die haat. En ik heb kerst en ik heb kerstsokjes aan. Schoon. Je ziet net dat ik het bruisende glas heb. Ah ja. Je hebt ons gewoon een oude fles gegeven. Je weet waarvan ze dat, ze dat zeggen, hè? Als je Bezo? Een bruisende glas hebt, wat ben je de baas van de avond. Ah, oh. Ik zie bij mij ook in één keer heel erg veel bruis. Ja, mijn bruist ook ineens, Salle. We spelen een spel vanavond. Yes. En we spelen de slimste mens ter wereld, Junior. Omdat wij drie vorige keer niet konden winnen tegen Jolien. Ja. Is het tijd om ons niveau een beetje naar beneden te halen? Inderdaad, het is nodig, denk ik. Dus we gaan kijken of Jolien nu ook kan winnen van ons. Wat zijn nu echt wel vragen aan deze maat. Ja, echt waar. Dat zijn nu niet meer vallen. Ja, inderdaad. Is misschien is dat moeilijk. Zoveel te gemakkelijk voor Jolien dat ze echt... Dat strikvragen. Ja, inderdaad. Ja. We gaan het spelletje hebben de vorige keer ook al gespeeld. Het zijn volgens mij dezelfde rondes. Spannend! Dus, denk het wel. We moeten het niet meer uitleggen, we kunnen het gewoon. Nee. Oké, let's go! Wie is Erik van Looy? Wie is Philippe Geubels? Wie zit in de jury? Jij bent Philippe Geubels. Dat is Erik. Ja, en jij Philippeke. Ah nee. Het laagste. Hoe doet hij dat? Ik weet dat niet. Doe dat nog eens? Ja, ongeveer wel, ja. Heeft een snuitje. Heel schattig. Het is het schattigste beest ter wereld. Heel veel vlooien, teken. Jawel. Zo schattig. Vlooien en teken. Het zit onder de grond, heeft een holletje. Oké, de finale vindt plaats tussen mij en Sam. Moi? Wij hadden de hoogste score bij de junior editie. We konden het echt voor niet. Deze twee was het te gemakkelijk. Ja. Dus zij dachten, dus we gaan nu de finale spelen. Zeker. En de winnaar is... Niet Sam! Niet Sam, maar... Nee. Ik ben gewonnen! Ik ben dus de slimste mens ter wereld. Applausje! Sam is naar huis gespeeld. Jammer. Maar ik kom morgen terug. Ja. Morgen komt Talisa. Om een spelletje te spelen tegen Jolie en Jello. Dan spelen wij nog eens samen het spelletje. Ja. Sam is naar huis gespeeld. Ja. Dus we gaan kan de finale. Sam, kom. Doei, doei. Misschien nog eens om in de jury te zetelen, maar dat zien we dan nog wel natuurlijk. Ja. Volgende seizoen. Misschien het volgende seizoen. Maar jullie waren wel echt wel super hard aan elkaar gewaagd. Ja. Maar samen in de finale. Een slim
junior koppel. Ja, je hebt zelfs nog maar 16 seconden over, dat is ook al heel weinig. Ja, hè? Ik heb nog 16 spannende seconden. Spannende finale. Over. Echt, we eigenlijk hadden we de finale moeten vloggen, maar dat was zo spannend dat we er niet aan gedacht hebben om te vloggen. Nee, het was maar, gewoon te. Ja, echt. Veel te intens. Ja. Ze heeft dat goed gedaan. De finale vraag waarmee dat jij bent afgemaakt, Sam, dat was de vraag: wat weet je over het spelletje dammen? En ik heb nog nooit van mijn leven gedamd. Ik ook niet. Ja, maar toch wist je alle trefwoorden te komen. Wel schaken, maar nog nooit gedamd. Ja, ik andersom. Ja? Ja, nooit geschaakt. Ik heb ook wel gedamd. Ik heb schaken is wel moeilijker dan dammen, hoor. Dammen heb ik veel gedaan, zelfs vroeger. Met wie? Met oma of zo. Ah. Ja, of bij oma. Ah, nee. Ik heb nooit die vraag ze van met wie, dat is een typische vrouwenvraag. Ja. Met wie waart jij aan tammen? Oké, gaan we nog een spelletje spelen? We hebben net nog een heel tof spelletje gespeeld. En ik heb eventjes, hoe heet dat? Inbreken in het kanaal van Talisam. Het was tof hè, vandaag. Ja. Leuke dag gehad. Leuk. Maar eigenlijk altijd. Het is heel kort, we dragen dagen leuk. Nemen. Ja. Het was heel plezant. Ja, het is zo snel laat. Het is nu iets voor 12. En dat dus beseft je dan zo niet, hè? Nee. Dus ik denk omdat de afstand ook wat groter is. Jullie moeten gewoon de reis dichterbij. Of jullie naar ons. We wonen hier net, jullie wonen er al heel lang. Zo'n theehuisje, een Hasselt. Ja, dat is een goed gaan. Een tweede Hasselt. Denk er eens over na. Ja, misschien drie bereid, denk er eens over na. Maar met die snelle auto van Sam daar. Ja, gewoon één keer begast die we naar je bent er. Je maakt trouwens lelijke schaduw op ons, weet je het. Wacht. Ik zal de camera geven aan degene die dat gewoon zijn. Oké, wij gaan naar huis vertrekken. Maar we zien u zondag. Ja, een paar dagen. Zondag en dan dinsdag. Wow, dat is twee keer toch. Ah ja, dat is waar. Dus komt je dan de eerste? Nee, oké, gelukkig. Zondag komen Sam en ik. Ik zag het net. Zondag komen Sam, ik en onze ouders. Oh ja. Sam zijn ouders en mijn ouders. Ik ben benieuwd om dat te ontbijten. Ja, spannend. Begeel die. Dus zij kijken en naar dinsdag komen gewoon, of komen jullie of komen wij, dat weten we nog niet. Wij gaan denk ik naar jullie komen. Ja, dat is goed. Ah, en dan gaan we de pompoenen en zo doen. Ja, zelfs pompoenen was vergeten, hè? Ja. Dus dat is voor volgende week dinsdag. Ja. Gewoon blijven volgen, gewoon blijven volgen. En abonneren. En wat nog belangrijk is, naast abonneren heb je zo een belletje. Daar moet je zo op drukken. Ken je dat belletje? Of nee? Moet je zo drukken? Gaat dat dan ding dong? Op het belletje drukken, dan mis je geen enkele keer meer van Talisa. En ga ook bij Jolien en Jano op het belletje drukken. Dan missen jullie geen enkele video. Weet je dat het... Alcohol is moeilijk, hè? Om daar uiteraard nog te praten. Ze hebben mij iets gegeven met bessen. Met vlierbessen. Met daarin een vlierbloesem. Vlierbloesem. Vlierboezem. Het is tijd om naar buiten te gaan. Oké, het is tijd om naar huis te gaan. Hopelijk vonden jullie deze vlog leuk, dus zeker thumbs up. Ga ook zeker abonneren op Jolien en Jano. Alles vinden jullie hieronder in de beschrijving. En volg hen ook op Instagram en zo, you know. En everything. You know. En Jolien. En wij zien jullie morgen.